Forum Groningen houdt dit jaar rekening met een verlies van minstens 1 miljoen euro. Het kroonjuweel is natuurlijk het zeer markante pand in het centrum. Het biedt ruimte aan een bieb, expositieruimtes, filmzalen en organiseert allerlei culturele activiteiten. Dit pand, het vlaggenschip van Cultureel Groningen, is de hoofdreden van het schrijven van rode cijfers. Het is zo'n goed gevuld pand, er gebeurt zoveel en dan toch nog een tekort. Ja, maar kijk, het tekort zit niet in de bedrijfsvoering. Hè. Dat willen mensen altijd graag geloven, want die hebben aan de voorkant misschien allemaal geroepen, dat kan nooit uit. Nou, onze bedrijfsvoering is eigenlijk best in orde. En die loopt ook op begroting. Wat we 5 jaar terug begroot hebben, we zitten nog steeds op die begroting, dus dat gaat eigenlijk heel goed. Een veel hogere energierekening, toenemende loonkosten en een huurstijging van 6% zijn de oorzaken van het tekort. Iedereen die wist dat Poetin Oekraïne ging binnenvallen en dat daarmee een olieboycott kwam en dat daarmee alle prijzen gingen stijgen en dat daarmee de inflatie werd aangewakkerd, waardoor de salarissen allemaal omhoog gingen. Iedereen die dat voorspeld heeft, die mag mij morgen hier komen solliciteren en mag ook mijn baan hebben. Het Forum is dit jaar naar schatting 800.000 euro extra kwijt aan energielasten. Dit is 17.000 vierkante meter waar we hier in staan. Ja, dit valt onder de grote gebouwen. Dat zie je ook terug bij wat bij de rug gebeurt. Je ziet het ook bij de andere grote culturele instellingen. Als de energieprijzen een paar keer over de kop gaan, ja, daar kun je niet tegen vechten. Nijdam wil niet beknibbelen op personeel of de toegangsprijzen verhogen. Hij hoopt op compensatie van het Rijk en gaat in gesprek met de gemeente om een oplossing te vinden. Omdat het een probleem is wat natuurlijk niemand aan de voorkant had voorzien, maar iedereen wel ziet dat je er eigenlijk niks aan kan doen, heeft het Rijk ook geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om te compenseren. Maar we weten ook allemaal hoe het werkt. Hè. Dat is natuurlijk een heel mooi gebaar van het Rijk, maar het is natuurlijk net te weinig om alle problemen op te lossen. Dus ja, de bal ligt in feite nu bij de gemeente en we zijn met hun in gesprek. En het zijn ook helemaal niet vervelende gesprekken, want iedereen snapt wel hoe het een beetje zit. Alleen, het is niet zomaar opgelost omdat het om veel geld gaat.